En goeiedag, vandaag gaan we het hebben over mosselen, of moules zoals ze dat in Frankrijk noemen. En zoals je op de verpakking ziet, is de mossel eigenlijk een beestje dat in een schelp woont. Die heb ik hier niet bij. En dat doet hij dan op de bodem van de zee. En ja, dan ligt hij eigenlijk de hele tijd alleen maar. Beweegt nauwelijks. Het leven van een mossel is behoorlijk saai, zeg maar. Niet dat een mossel zoveel heeft om na te denken, want de hersentjes van een mossel zijn zo klein. Je kan er eigenlijk van uitgaan dat een mossel eigenlijk alleen maar aan eten en aan seks denkt. En dan meteen een tip voor als je dit soort potten hebt, die je soms moeilijk open krijgt. Je pakt een mes, een niet te dun of zo, een beetje stevig mes. Dat zet je gewoon bovenop de deksel. En dan gewoon met een flinke tik sla je het mes naar binnen. Nou, wat er nu gebeurt is, er trekt nu lucht in het potje. Dat was namelijk vacuüm gezogen. En daarom kreeg je hem zo moeilijk open. En nu kun je hem gewoon klak in één keer open krijgen. Het is dus een schaaldier, maar het is dus ook vis. En vis is heel erg gezond. Dat zijn eigenlijk hele compacte wezentjes. Ik zal er even een pakken. Heel. Waar eigenlijk alles in zit wat ze nodig hebben. De mossel hebben dus geen benen en geen armen. Een beetje kleppen en flapjes en hier van die openingen. En hier kan ook wat duidelijker zien waarom ze soms een vrouwelijk geslachtsdeel naar een mossel noemen. Het ziet er namelijk precies hetzelfde uit. Oh, het smaakt ook hetzelfde. Nou, het zijn dus hele compacte wezentjes. Het is eigenlijk een beetje moeilijk te zien waar nou het hoofd is en de kont. Maar hier heb je dus bijvoorbeeld de maag. En hier zitten de darmpjes. En ja, vraag me altijd af, als ze die mossels vangen, mogen die dan eerst naar de wc? Of zitten we, als we mossel aan het eten zijn, tegelijk hun uitwerpselen die nog niet uitgescheiden zijn op te eten? Dat zou verklaren waarom mosselen toch wel een beetje speciaal smaken. Mosselsap kun je ook drinken. Kun je met meer dingen. Nou, dat was hem weer. Dat was de mossel. Weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Dat is de vulling. Ik ben blij dat ik niet een hele fles met heb gegooid. Ik krijg het er warm van en ben blij. Huh? Proost.